Hoi, leuk dat je kijkt deze video. Welkom bij weer een nieuwe boodschappen shoplog. Ik ben Marilisa en ik neem jullie wekelijks mee door mijn boodschappen voor een hele week. Ik ben vandaag langs de Aldi en langs de Albert Heijn geweest voor alle producten die deze week op mijn lijstje had staan. Ik had wel de 13-jarige tiener mee. Dus ik geloof niet dat ik helemaal binnen budget ben gebleven. Want die zien natuurlijk van alles, allerlei lekkere dingen enzovoorts. Het is ook de eerste week dat zij aan het werk is, 's avonds, 2 dagen. En dat drukt natuurlijk op onze planning qua eten. Want dat betekent dat we maandag logopedie, keyboard, voetbal en een kind aan het werk hebben. En dat we dat op dinsdag hebben we voetballer en op woensdag hebben we turnen, voetbal, werk. Dus, en dan op vrijdag schakelen is. Dus, we're getting busy. Ik merk wel steeds meer waarom jij vroeger altijd om 4:45 aten. Dat werkt gewoon het beste met al die activiteiten die op elkaar heen lopen. Daar ben ik er zelf niet zo heel erg van. Plus dat de activiteiten op maandag niet overeenkomen. Dus daar heb ik een ander plan van campagne voor bedacht. Dat ga ik zo aan jullie laten zien. Oh, een lange introductie daarvoor. Ik ben eerst even bij de Aldi geweest. Dus dat ga ik aan jullie laten zien. En zoals alles zet ik onder in de beschrijving neer wat we per dag gaan eten. Mochten jullie dat inspiratie voor willen opdoen. Wil jullie deze video een duimpje omhoog geven als je deze video leuk vindt. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van de video's die ik post. En dan gaan we beginnen met de Aldi boodschappen. Ik heb het allemaal uitgezocht en als je het zo ziet is het eigenlijk best wel wat. Ik heb weer de proteïnekwarkjes meegenomen, want deze vind ik echt wel lekkerder als die van de Melkunie. Die van de Melkunie is op een of andere manier een beetje nattig, een beetje te vloeibaar naar mijn zin. Dus ik heb er gewoon een stuk of 8 of zo meegenomen. Ja, een stuk of 8. Zodat ik in ieder geval wat vooruit kan. Houdbare melk voor in de brood en voor de smoothies. Ik ben overigens ook een nagel verloren. Dat is een beetje jammer. Wordt als goed is van de week gemaakt. Het is smeerkaas. En we eten een keertje kipsnitzels per request van de kinderen. We hebben filet américain voor op de boterhammetjes. Worstenbroodjes. Dat kan dus eventueel morgen bij de soep met stokbrood. Of woensdag. Want dat zijn dus de dagen dat het super krap is. Omdat eentje om 6 uur moet gaan werken. En dat we allemaal wat later terug zijn van onze activiteiten. Dus die heb ik al meegenomen. Salami vind ik ook heel erg lekker. Dan de ham voor op de stokbroodjes. Ik heb zachte bolletjes meegenomen. Want de oudste krijgt dinsdag de beugel. En dan ga je dan natuurlijk ontzettend zeer doen. Dus is het fijn als je geen zelfgemaakt brood moet eten met harde korst. Maar dan gewoon een beetje zachte dingetjes. Dus filet américain, smeerkaas, worstenbroodjes misschien. Appelstroop, zachte puntjes. Ik heb ook krentenbolletjes meegenomen. Voor nu tussenmiddag hebben we een aantal... harde broodjes voor de kindjes en de liefhebbers. We hebben een blok met kaas. We eten een keertje een gerecht met garnalen / kip. Ik ga voor mezelf en voor mijn partner waarschijnlijk garnalen doen. Maar niet alle kinderen lusten dat. En ik heb nog kip in de vriezer liggen. Dus ik denk dat ik er gewoon een variant maak met garnalen en een variant maak met kip. En dan kunnen we een beetje kijken wie wat gaat eten. We zagen natuurlijk ook Pasen. Dit ligt echt al zo lang in de winkels. Ik snap er echt geen rol van, want het is nog lang geen Pasen. Maar goed. De chocoladeletters zijn vervangen door de paaseitjes. Dus we hebben een zak meegenomen voor in een vaas, zodat we daaruit kunnen snacken. Tumtummetjes moesten er natuurlijk komen. De mini brownies weer voor in de trommeltjes en als tussendoortjes. Deze die gingen vorige keer ook als een gek. Deze trouwens ook. Die waren echt in 2 dagen op. En deze waren misschien 1 dag langer. Dus ja, kinderen zijn gek op chocola. Ik heb stukjes als een zoutje mee. Koekjes voor in de schooltrommeldoosbak, zeg maar. We hebben er best wel wat liggen, want het is natuurlijk pas voorjaarsvakantie geweest. Dus we hebben nog wel wat, maar even als ter aanvulling. En dit is het brood wat ik voor de kinderen bak. Het is, hoe heet het, albini of zo? Albona. Heerlijk zelfgebakken basis voor wit brood. En inderdaad wit brood, dat is een beetje jammer. Maar die andere varianten vinden ze niet zo heel erg lekker. En ik doe hier dus gewoon wel een schepje van het volkorenmeel uit de sliegro nog erheen. Dat er in ieder geval nog iets van vezels in zitten. Maar dit vinden ze het lekkerst. Dus ik heb weer 8 broden gehaald. Ik geloof dat het 9% per pak is, dus dat is wel heel erg fijn. En dat was het allemaal voor de Aldi. Ik heb even een bonnetje erbij gepakt. Het was €72,40, zeg maar. En dan waar zien we dat staan? Oh, de broodbakmix. 8 keer broodbakmix is 7. Dus zeg maar 90 cent aan brood. Zie je dat? Dus in totaal was dit €72,40.
voor dit. En dit is alles van de Albert Heijn. Je kan zien dat het ietsjes meer is. Ik vind de Albert Heijn gewoon een iets makkelijkere winkel om doorheen te lopen. Waar je iets meer opties hebt. We eten een keertje kip met rijst. Dus ik heb de rijst hier. Kip heb ik nog in mijn vriezer. En daar heb ik dan asperge broccoli bij bedacht. Ik had een lekker receptje gevonden op de fitness app die ik gebruik. Dus dat gaan we proberen. De aardappelkroketjes eten bij de kipsnitzels met spergieboontjes. Spergieboontjes liggen hier zo. We eten een keertje pasta. Dit was 2 of 25% korting of iets met 2. Dus ga ik zo laten zien wat het is. Maar daarom heb ik er 2. Eentje voor de voorraad. Dan heb ik komkommertjes, rode ui en tonijn. Dat gaan we dan allemaal mengen en hebben een soort van tonijnpasta salade. En dan zijn ze ook tomaat bij. I don't really remember. We eten natuurlijk sowieso ook een keertje friet met snacks. En op vrijdag eten we de hertenbiefstuk met een beetje leftover ernaast. Waarschijnlijk met brood of met een salade of iets. Er was natuurlijk ook knakkosjes gesport. Dus die hebben we gehaald met de soep voor morgen. Dus we kunnen morgen kiezen. Doen we soep met broodjes. Doen we soep met stokbrood. Doen we knakkosjes op een broodje. De opties zijn eindeloos qua simpele maaltijden. En dat vinden de kinderen natuurlijk geweldig. Ik heb snoeptomaatjes mee voor in de broodtrommeltjes. Ik heb hummus voor mezelf mee voor bij de komkommer of paprika of de worteltjes. Ik heb roomboter voor op de boterhammen. En daar gaat iedere keer zo'n klein beetje bij het brood. De aardbeien. Ik had een persoonlijke bonus. En aardbeien zijn natuurlijk super goed qua macro's. En lekker. Niet heel erg in het seizoen nu, maar oké. We hebben weer een zak met appels. Deze waren nu, ik geloof, 25% korting per stuk. Dus ik heb ook weer wat van meegenomen. Dit was niet gepland. Maar Fleur wilde heel graag deze hebben. En dit was 4 voor 5,40 euro of zo. Dus we hebben verdeeld onder van die digestive koekjes bij de koffie. Lange nekken, prins aardbeikoekjes en trouwe vriendjes voor naar school enzovoorts. We hebben ook gelijk wat kiwis weer meegenomen en wat extra mandarijnen. En toen kwamen we bij de uitgang van deze tegen, van die plofrijs. Dat vind ik natuurlijk ook gewoon de bom dat kan. Dus dat is wat we bij de Albert Heijn allemaal in ons karretje hebben kunnen gooien. En dan denk ik, het valt best wel mee, maar ik vond het best wel veel. Het was, we hebben ook nog flessen ingeleverd. En dan eindigen we op 80,18 euro. Wat is 7 euro voordeel was. Ik zit even te kijken. Ik zie mijn emballage er niet afgaan. Oh ja, hierdoor. Yes, ik snap. Dus uiteindelijk heb ik 78,18 euro afgerekend. Ah, kijk. Dus ja, al met al was het wel meer als wat ik had gewenst. Wat ik niet in mijn aandacht had gezet is ook nog de 8 flessen Crystal Clear Nelk af van Albert Heijn. Want het gaat echt super hard. Maar het zijn dus 8 flessen in totaal. Mijn doel is eigenlijk altijd om rond de 125, 150 euro te blijven. Dit keer zit ik echt wel richting de 150. En dat vind ik jammer, want de afgelopen paar weken was het mij gelukt om rond de 125 te blijven. Nu hebben we ook wel extra veel koekjes en snoepjes. En natuurlijk best wel wat broodmaaltijden binnen. Die baguettes die blijven ook wel goed tot volgende week. Dus dan denk ik dat we eerder morgen tomatensoep met knakkers op brood of zo eten. Zoiets. En dan kan ik die baguettes bewaren met de achterham en de kaas voor de volgende keer. En ja, die koekjes die... Ik vermoed niet dat we daar veel langer mee gaan doen als anders. Want hoe meer koekjes je koopt, maar betekent niet dat je er langer mee kan doen. Zeker niet in een huishouden vol groeiende kinderen. Dus ja, dat was een beetje jammer. Dat was het wel voor deze video. Zoals alles zet ik onder in de beschrijving wat we per dag gaan eten. En wil ik jullie vragen deze video een duimpje omhoog te geven. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal om op de hoogte te blijven van jullie super post. En dan zie ik jullie in de volgende video. Bedankt voor het kijken en een fijn weekend. Doei!